Er is eigenlijk vrij weinig gebeurd. Nou ja, er was gewoon een woordenwisseling. En noem het hoe je het wilt noemen, clash, woordenwisseling, akkefietje, ik bedoel, die dingen gebeuren. En er zal vast wel eens een keer iemand anders van de training gestuurd zijn. Of een keer in een heftige discussie zijn geweest met een trainer, met een assistent trainer of met een medespeler. Dus die dingen die gebeuren op het veld. En in emotie kan dat gewoon. Maar goed, dat is in principe voorbij en we gaan gewoon weer door. Dat zijn dingen die dagelijks kunnen gebeuren. Vaak komen mensen ook dichter bij elkaar door confrontaties, zo zie ik het altijd. Dat kan ook een compliment zijn aan mensen die heel veel verantwoordelijkheid geven. En er zijn een aantal belangrijke mensen voor ons om de promotie te bewerkstelligen, waar hij er zeker een van is.